Dank u wel. Als directoraat IGOF hebben we vandaag een presentatie gegeven in de vergadering, waarbij we de vergadering hebben ingelegd over projecten waarmee IGOF bezig is. Projecten die we in de afgelopen periode hebben gerealiseerd en ook prioriteitsprojecten die voor de komende periode uitgevoerd zullen worden. Enkele projecten die we in de afgelopen periode hebben gerealiseerd. Vooral eentje die echt een topic is, digitale ID. Dat is een authenticator platform van de overheid waarbij burgers een account kunnen maken die toegang geeft tot systemen van de overheid. Met de bedoeling dat we het ook later kunnen koppelen met andere systemen, zodat met één account een burger in verschillende systemen kan inloggen. En dit maakt ook dat de burger niet door onnodige verificatieprocessen heen moet. En andere projecten waarmee we bezig zijn is, we gaan binnenkort het rijbewijzenproces vanaf rijexamen tot uitgifte van rijbewijzen volledig digitaliseren. Kentekendatabase wordt ook volledig gedigitaliseerd, wat overdrachten van verkopen van voertuigen etc. makkelijker moet maken. We zijn bezig met het grondaanvragensysteem bij GBB. En daarnaast hebben we twee projecten die te maken hebben met verkeersveiligheid. Eén is het road monitoring project, waarbij er nog eens 100 masten komen langs de Oost-West-verbinding met 300 camera's in totaal. En we zijn bezig met een pilotproject voor digitale verkeershandhaving. En daar gaat het meer om snelheidsovertredingen, rijden door rood licht, mobiel in de hand, gordel, niet dragen van gordel, etc. Dank u wel, directeur. Minister Openbare Werken, alstublieft. Ja, en dan bedankt. Laat me het hebben over wat actuele issues naar u allen. Eigenlijk zullen we met het makkelijkste starten. We zitten in de regenperiode, dus twee dingen vallen gelijk op. Een beetje wateroverlast en de situatie van wegen. We zijn al 2-3 jaar bezig met structurele aanpak van wateroverlast. Afgelopen dagen hadden we weer een rondleiding om te kijken hoe het staat met de vorderingen. Concreet is dat we in vele districten de waterbouwkundige werken, sluizen, gemalen, dijken aan het aanpakken zijn. En het is niet nu, want soms wordt de indruk gewekt dat het nu begint. Nee, de eerste was in 2021, 2022, helemaal in Ikeri, waar de eerste pompgemalen helemaal vernieuwd zijn en buizen doorgestoken zijn. Tweede is het wegennetwerk. daar hebben we afgelopen jaren wegen geprobeerd te egaliseren, te bezanden. En ik had aangekondigd dat we de overstap gaan maken naar het verharden. Want de vraag is hoe lang gaan we zandputten blijven graven en zand blijven zetten. Dus dit jaar maken we het start van verharden van wegen. Op de traditionele en de niet-traditionele manier. Dat betekent met asfalt en zonder asfalt. Met stenen, zonder straatstenen. Dat gaat u allemaal zien. En dat gaat de toekomst zijn voor de vele zandwegen. We hebben experimenten uitgevoerd om laterietwegen, om baanzandwegen en gewone zandwegen die we kennen in de binnenstad te verharden zonder extra materiaal of een laag asfalt erop. Nieuwe technologie, innovatie die we gaan introduceren. Omdat de druk en vraag van vele mensen, ongeveer de helft van groot Suriname heeft nog veel zandwegen. Dus dat loopt goed. Een derde is de verkeersveiligheid, staat hoog op de agenda. In samenwerking met minister van Juspol, hij is ook aanwezig, heeft hij zijn deel en wij pakken vooral de beleidingen, verkeerslichten aan borden. We hebben ook vandaag beslist dat dit beleid, dat de begroting volgend jaar vergroot wordt. We willen die inhaalslag maken dat alle beleidingen, verkeersvoorzieningen in het hele land weer aanwezig zijn en niet verwaarloosd zijn, dat is belangrijk. Voor het verkeer, ook voor mensen die oversteken of rijden met de fiets, de bromfiets. Dus dat is een derde thema, belangrijk. Vierde thema dat ongoing is, misschien minder aandacht, is onze renovatie van onze staatsgebouwen. Als u kijkt hier in de omgeving, dichtstbij zijn is het perscentrum van de president die we ook renoveren na zoveel jaren.
Een andere dat hier verderop staat, Tourtonnelaan op de hoek, ziet iedereen, dat is het gebouw van de MP, van Defensie. Helemaal bouwvallig en het ziet er al prachtig uit. En zo gaat het plan van renovatie van staatsgebouwen verder. En laatste, waar we ook heel veel aandacht aan besteden, is natuurlijk het onderwerp van bouwen, bouwrecht maken van percelen. Ja, om de woningnood te gaan verminderen de komende tijd, de komende maanden. En dan wil ik het nog hebben over de grote projecten. De grote projecten die lopen. Eentje die we vaak vergeten zijn is het baggerproject. Maar dankzij het baggerproject dat tot vandaag succesvol loopt, komen de schepen zonder problemen binnen. Producten komen binnen, we hebben geen klachten meer van grote schepen. Het welbekend project Saramakke Kanaal loopt ook goed. Het kanaal is al bijna schoon. Nog een klein stukje en dan is de eerste fase klaar. De tweede fase zal binnenkort aanbesteed worden. Dat zijn de waterbouwkundige werken. En dan hebben we het welbekend project dat nogal voor wat irritatie zorgt. Elke dag nog, vooral nu in de regentijd. Is de bouw van de nieuwe brug en de aanleg van de weg. Saramakke doorsteek. De aanbesteding van de brug, dat is gaande. De bouwwerkzaamheden zijn gaande en binnenkort vinden aan, de gunning van de weg gaat elk moment plaatsvinden, in feite heeft dat plaatsgevonden. We hopen dat we in september kunnen starten met de wegen, want dat zit in het project. Dat is een beetje een kort overzicht van de belangrijke thema's die OW op dit moment voor de samenleving organiseert. In verband met veilig verkeer op land en voor het wonen zelf. Hiermee wil ik even voorstaan, alsjeblieft. Dank u wel, minister Openbare Werken, minister Juspel, minister Amoxi. Ja, dank u wel, Franchi. Laat mij ook de mensen thuis ook een goedenavond toewensen. Ten aanzien van justitie en politie, vandaag goedgekeurd bij de Raad van Ministers en de regeringsvergadering. De wet belastingen, dus wet rechtspraak belastingen, tenminste de conceptwet ter zake is goedgekeurd binnen de Raad van Ministers. Vervolgens is er een bepaalde procedure die behandeld zal worden. Via de president gaat het naar het concept naar de staatsraad. Van de staatsraad terug naar de president en dan naar de aanbieding aan de Nationale Assemblée voor openbare behandeling. Met de goedkeuring van deze wet later krijgen we dus dat de belastingwetgeving wordt geïncorporeerd in het systeem van het Hof van Justitie, waarbij dus in eerste aanleg de kantonrechter kan worden geadieerd en in hoger beroep het Hof van Justitie. Ook binnen de regeringsvergadering vandaag goedgekeurd conceptwet bijzondere opsporingsbevoegdheden, wet BOP, zoals het bekend staat. Dit betekent ook dat de politie, justitie, meer handvaten krijgt voor de opsporing van strafbare feiten. Zaken als inkijkoperaties, het tappen van telefoon, verkeer, schaduwen en tal van andere bevoegdheden. Dat dus die toekomt aan justitie en politie. Er moet een balans zijn, daarom wordt er ook gewerkt aan de behandeling van de privacywetgeving, zodat aan de ene kant geef je wel bevoegdheden aan de opsporingsautoriteiten, maar dat je aan de andere kant ook de bescherming van de mensenrechten ter hand neemt. Ik wil verder aangeven dat ik van 21 tot en met 23 mei heb deelgenomen samen met de voorzitter van de anticorruptiecommissie aan een meeting, eigenlijk een illegal financing en anti-corruption meeting,
georganiseerd door CARICOM Impex in samenwerking met een Engels instituut, Wilton Park, waarbij er is gewerkt aan een roadmap voor CARICOM-landen voor een anticorruptiebeleid. Vervolgens, daarop aansluitend, 23 mei, is er een consulievergadering geweest, dat is de vergadering van ministers van Justitie en Nationale Veiligheid van CARICOM-landen, waaraan ik heb geparticipeerd. En in deze vergadering is ook de roadmap voor anticorruptiebeleid behandeld en andere zaken de veiligheid rakende. Dan wil ik ingaan op het verloop van het project Zero Tolerance, waarbij de afgelopen tijden, ik kan afbakenen, tussen 21 april en 15 mei zijn er landelijk 227 roadblocks gehouden. Er zijn 64 snelweg PV's uitgeschreven. Bijkans 28.000 SRD aan boetes uitgeschreven. Boetebetalingen ter plekke, dat is 2150 SRD. Er zijn ook spullen, goederen in beslag genomen, zoals sigaretten, alcohol, bromfietsen, messen, schaar. Er is ook drugs in beslag genomen, hashi, marijuana. En er zijn voertuigen in beslag genomen, rijwielen in beslag genomen. Er zijn bijvoorbeeld 2873 voertuigen gevisiteerd, gecontroleerd. Er zijn voertuigen in beslag genomen ter herkeuring en ook voertuigen die niet verzekerd waren. Dat is zo ongeveer het resultaat van roadblocks. Ik heb hier ook tussen 1 april en 14 mei zijn bijvoorbeeld aangehouden 232 verdachten ter zake verschillende strafbare feiten. Hierbij zijn er verschillende nationaliteiten van personen betrokken met verschillende personen met verschillende nationaliteiten betrokken. Verder is er ook een indeling naar regio's van aanhoudingen. Die cijfers zou ik eventueel ook later kunnen delen. Dan wil ik ook aangeven dat we vandaag bericht hebben ontvangen van de Braziliaanse autoriteiten dat de verdachte Joel Martinez, tegen wie een red notice was gelanceerd na verzoek van het Openbaar Ministerie, dat die is aangehouden in Brazilië. Ik wil ook aangeven dat er vanmiddag ook melding is gemaakt van een noodlanding van een militair vliegtuig van de Braziliaanse overheid. Dus van mijn kant waren dat de zaken die ik kon aangeven. En ik kijk uit naar eventuele verduidelijking vanuit mijn kant op uw vragen. Dank u wel. Dank u wel, minister Juspol, minister Bisa, minister Bronto Somaharjo, alstublieft. Ja, dank u wel, MC. Ik wist niet dat ik een intro moest geven, maar ik kan aangeven dat er vandaag in de Raad is goedgekeurd het wijzigen van de Raad van Toezicht van de Pensioen van Suriname. Er is een nieuwe Raad van Toezicht ingesteld. De uitvoeringsbureau Public Sector Reform is met een jaar verlengd. En ik ga ervan uit dat jullie journalisten vragen hebben over de landsdienarenregistratie en misschien over de verkiezingen die, ik hou het niet bij, maar over 11 maanden, 25 dagen, 5 uren, 1 minuut en 42 seconden zijn. Dus dan hoor ik dat graag van jullie. Dank u wel, minister Bisa. Voordat wij verder gaan met de vragenronde, willen wij u beleefd vragen dat u uw naam doorgeeft en Mediahuis kenbaar maakt voor het stellen van uw vraag. We beginnen aan het begin van de tafel, links. Ja.
Kunt u uw microfoon aandoen? Sorry. Thank you. Ja, mijn naam is Henk Dulwijd. Echo Media, een werkarm van de Stichting Pro Humaniteit. Ik heb een vraag voor de minister van Justitie en Politie. Het is één vraag, maar die vraag heeft verschillende facetten. Minister, enige tijd geleden is er gesproken door uw regering van buitengewone agenten van politie met een niet-Surinaamse nationaliteit. Hoe gaat het daarmee? Hoeveel zijn al opgeleid? Levert het vrucht op? En kunt u een paar voorbeelden geven over op welke wijze ze hebben bijgedragen aan die algemene veiligheid? Dank u. Alsjeblieft, minister. Ja, meneer Dulwijd, dank voor uw vraag. Het is mij niet bekend dat Suriname BAVP'ers opleidt met een vriendennationaliteit. Er is een wet, daarover, beschikking. In die regeling is er geen ruimte voor buitenlanders om een BAVP-opleiding en dan ook nog beëdigd te worden als in zo'n functie. Er was destijds sprake van dus dat in het dat er letterlijk zeggen om welke bevolking. Dus buitenlanders zouden kunnen wel met de ontheffing van de procureur-generaal een wapen dragen in Suriname. Maar ten aanzien van BAVP'ers met een vreemde nationaliteit, dat wordt vooralsnog nog niet toegestaan. Ook niet dienen bij een gewapende macht met een vreemde nationaliteit. Dus de regering heeft die bekendmaking niet in werking gebracht? Of is er daar nooit sprake van geweest? Ik ben niet op de hoogte van deze uitspraken en bekendmaking. Oh, dan zal ik dat verder nagaan en erop terugkomen een andere keer. Alsjeblieft. Dank u. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis. Vanessa Emanuelsen voor Radio 10. Minister Bronte Somaharjo. Met betrekking tot het afvoeren uit het ambtenarenapparaat. Hoe groot is de groep leraren waar het in deze om gaat? Welk proces is gevolgd bij het afvoeren? En hebben ze bij degene bij wie de salarissen zijn ingehouden, hebben ze hierover of hiervan een uitvoeringsbesluit ontvangen? Er is vanuit de burgerij de kritiek geuit dat het erop lijkt dat er gehaast te werk is gegaan om het IMF tevreden te stellen. Wat hebt u daarop te zeggen? Dank u voor de vraag. Laten we met het laatste beginnen. We doen dit niet om het IMF om gehaast te werk te gaan. Dit proces is al een jaar aan de gang, anderhalf jaar aan de gang. Klopt, er zijn een aantal leraren abusieflijk van de lijst gaat. Maar houdt u rekening, we hebben te maken met 52.000 ambtenaren. We hebben te maken met een personeelsbestand die decennia lang is vervuild. En sinds mijn aantreden heb ik gezegd, ik wil de overheid effectiever maken. En in dat kader hebben we besloten om een verplichte landsdienaarregistratie te houden, om een betere up-to-date bestand te hebben. Dat bestand heeft heel veel zaken naar voren gebracht. Honderden ambtenaren met een dubbele salaris, 8.000 tot 9.000 ambtenaren die geen werkplek hebben, dode mensen die op een of andere manier toch werden uitbetaald, rekeningnummers waarop 30, 40 lonen werden gestopt. Dus het heeft heel veel iets positiefs gebracht. Natuurlijk is het erg negatief dat een deel of sommige van de leraren abusieflijk hun loon zijn stopgezet. Bij deze bied ik daar ook mijn verontschuldiging voor. Het is geen zin mijn bedoeling om mensen onheus te zijn en dat probleem is opgelost.
als hun kunnen aantonen of hebben kunnen aantonen dat ze zich daadwerkelijk hebben geregistreerd, dan krijgen ze voor aanstaande vrijdag uitbetaald. Ik heb al met financiën gesproken, de betaallijsten zijn al opgemaakt. Dus nogmaals, ik praat het niet goed, want eigenlijk hoor je vorige week al uitbetaald hebben. Maar ik zeg wel, we zijn een regering die stappen maakt tot ordening, stappen maakt tot effectiever maken van de overheid. En dan krijg je dat verhaal van het kip of het ei. Dan ga je afvragen, is er genoeg capaciteit, zijn er genoeg computers om het werk goed te doen? Of ga je wachten op die computers totdat je gaat overgaan tot effectiever maken van de overheid? En ik heb het voor het tweede gekozen. Ik ben alvast begonnen met het geloof dat we zo min mogelijk fouten maken. En de ambtenaren hebben hun uiterste best gedaan. En er zijn een aantal leerkrachten, is er een fout gemaakt dat ze niet dat ze onterecht van die lijst zijn gaan. Maar nogmaals, die wordt rechtgetrokken, die krijgt voor aanstaande vrijdag alsnog uitbetaald. Dank u wel. Er zijn twee delen van de vraag die u nog niet beantwoordt. Maar in aansluiting, wat u zijn er intussen leerkrachten geweest? Ik heb goed contact met onderwijs, Ik heb goed contact met financiën. Mm-hmm. Nogmaals, vanuit deze plek bied ik mijn excuses aan voor het ongerief. Maar als je hebt kunnen aantonen dat je wel hebt geregistreerd, want bij registratie krijg je een registratiebewijs, word je nog voor vrijdag uitbetaald. Het andere deel van die vraag was, hadden ze een uitvoeringsbesluit ontvangen bij het afvoeren toen? En welke procedure is er gevolgd bij het afvoeren van die ambtenaren? Naar mijn medeweten heeft iedereen die een loon is stopgezet, heeft een beschikking gehad. Dank u wel, minister Binnenlandse Zaken. Volgende mediahuis. Goedenavond, Amanda Palis. Minister Amoksi. Ik zal maar meteen beginnen met de aanhouding van vandaag, want dat was talk of the town. Is er reeds communicatie geweest met de Braziliaanse autoriteiten? Aan wie wordt hij uitgeleverd? Want er is volgens mij ook een Interpol notice voor meneer Martinez voor Frans-Guyana of Frankrijk, als ik het goed heb. En zou u misschien wat meer informatie kunnen geven over de vliegtuig die een noodlanding heeft gemaakt in het gebied van Sipaliwini? Hoe gaan we ze opvangen? Wat is precies gaande? Als u dus even daarop zou kunnen ingaan. Alsjeblieft, minister Juspol. Ja, mevrouw Pellis, laten we beginnen met de vraag van meneer Martinez. Ik heb niet meer informatie dan wat ik u heb verstrekt. Ik denk dat de communicatie verder zal gaan tussen het Openbaar Ministerie en de Braziliaanse autoriteiten. De melding is wel formeel binnengekomen dat de aanhouding gepleegd is. Dus andere concurrenten in terms van landen, dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat de autoriteiten, dus tenminste het Openbaar Ministerie, zal verder overleg hebben met de Braziliaanse justitiële autoriteiten om dit verder af te handelen. Ten aanzien van uw tweede vraag, ik zal de informatie opvragen, een update. En als het nog tijdens de persconferentie is, dan zal ik u dat wel aan u doorspelen. Dank u wel. Dank u wel, minister Juspol. Volgende mediahuis. Fishmahani Thomas van Suriname Herald. Vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken. Er is helaas de wijziging van de kiesregeling aangenomen in DNA. Wat is de next step? Gaan we wat meer voorlichting zien in de samenleving? Gaan er sessies komen voor verschillende stakeholders, politieke partijen, om uit te leggen hoe dit nieuw systeem eigenlijk gaat uitpakken, hoe hij eruit gaat zien? En dan gaan jullie naar de verschillende districten. Hoe zit het met het budget? Heeft u al geld gehad om nu al te werken? Voor de minister van Justitie en Politie. U praat over illegale landingstrips. Ook vaak hebben we verschillende berichten gehad van het Openbaar Ministerie de afgelopen periode, waar illegale landingstrips onklaar worden gemaakt. Wat doet het ministerie en haar manschappen, eigenlijk KPS hierover? Is er een bepaalde beweging gekomen om meer naar het binnenland te gaan om te kijken wat er daar gaande is? Want er gaat toch niet zomaar een illegale landingstrip daar zijn dat onklaargemaakt moet worden? Minister van Openbare Werken, wanneer we praten over
wegmeubilair. We hebben laatst gezien dat een pick-up in de Amazone, in de boomskreek is beland daar aan de Amazonestraat. Moet er geen wegmeubilair daar zijn om zo eventueel eigenlijk een verkeersongeval te voorkomen? En wanneer we praten over verkeersongeval, wat doen jullie met, wanneer we praten over roekeloos rijgedrag, want dat is nu eigenlijk ook aan de orde. Het gaat hier ook om een mindshift, een bewustwording in die samenleving. Hebben jullie gedacht aan een bepaalde voorlichting in die samenleving, want je kan zoveel wegmeubilair zetten, maar als ze hard blijven rijden, dan blijf je toch aan de gang. U bent eigenlijk buiten onze afspraken gegaan, maar dat is niet erg. De minister zijn er om de vragen te beantwoorden. Minister Bisa, alstublieft. Bedankt voor de vraag, mevrouw. Laat me beginnen met het goedkeuren van de goedkeuren van de kiesregeling. Dat waren meer technische zaken, zoals de melkbussen worden nu vervangen door transparante plastic bussen. Ze worden niet meer dichtgedaan met sloten, maar met binders. Een hele belangrijke onderwerp voor de, bij de goedkeuring van de wet was de grondslag voor de remuneratie van het Centraal Hoofdstembureau. Belangrijk was ook dat er nu digitaal kan worden aangeleverd de gegevens van de politieke partijen. En vorige week hebben wij 4 commissies geïnstalleerd. Commissie Communicatie, Commissie ICT, Commissie Wetgeving en Financiën. We gaan nu echt beginnen met de communicatie, want u heeft gelijk. Niet iedereen weet nog dat er een nieuwe kiesregeling is, maar ik ga alle actoren erbij betrekken. We willen een platform maken voor politieke partijen, maar we willen ook de media bij betrekken. Want als u in uw omgeving gaat vragen, weet niet eens de helft dat er een andere kiesregeling is. En dat gaan we samen doen. Daar gaan we mee beginnen. En of er genoeg geld is, ja, nog niet, maar het komt wel. Want de verkiezingen gaan worden georganiseerd. Ik hoop alleen maar niet dat de kiesregeling nog een keer gewijzigd moet worden. Want er zijn een aantal zaken bij het Constitutioneel Hof over de waarborgsom en combinatievorming. Dus laten we afwachten. Wij buigen ons voor de uitspraak van het Hof. Maar ik moet nu wel beginnen met het organiseren van onze verkiezingen. Dank u wel, minister Bisa. Minister Juspol. Ja, laat mij zo beginnen. Inderdaad, het aantal droppings baart mij ook zorgen al de hele tijd. Wat we er tegenaan doen, het is eigenlijk aanscherping van het drugsbeleid. Er is vanuit het kabinet van de president is er een, in samenwerking met alle stakeholders een plan opgesteld. Dat is, er is ook een MOU getekend van aanpak door KPS, Defensie, de douane, de havensautoriteiten, dus de luchthavenbeheer, de ook op Nieuwe Haven, directeur havenbeheer. Om het duidelijk te stellen. Ook de douane doet mee in die MOU. Het is de bedoeling dat in deze samenwerking dus tenminste wordt opgetrokken. De werkzaamheden worden geïntegreerd bij de verschillende objecten. Ik denk aan de luchthaven, ik denk op Nieuwe Haven, Zorg en Hoop. Dat die werkzaamheden worden aangescherpt. Verder, u hebt dat niet gevraagd, maar ook een belangrijk component in deze samenwerking is de issue van integriteit. Dat ook wordt aangescherpt bij de korpsen en afdelingen. Verder, er komt nog dit jaar een project, het is al aangekondigd, en door de IDB. Tweede week, in de tweede week van juni gaan we daarover praten met de IDB. Dat er een project komt voor digitale digitale surveillance in het achterland. Het achterland is heel groot. Het is moeilijk toegankelijk. Ik denk dat we, als we digitaal kunnen gaan, dat we meer informatie kunnen verkrijgen en dat we ook op tijd kunnen inspelen op meldingen.
Verder is het ook het voornemen van Defensie om meer patrouilles uit te voeren naar het binnenland, zodat men op locatie kan komen en dat zaken daar ook onder toezicht blijven van de justitiële autoriteiten. Dank u wel, minister Juspol. Minister Owe. Ja, vraag van Suriname Herald. Een wegmeubilair. Je hebt gelijk het voorbeeld dat je gaf. Dat doet zich op verschillende plekken voor. Feit is wel dat wegmeubilair niet overal aanwezig is. Vernieuwd moet worden. Geplaatst moet worden. Beleningen. Dus daarom hebben wij als beleid van openbare werken gewoon beslist dat elk jaar we budget reserveren om die achterstand in te halen. Ik geloof er heilig in. Dat met goede wegmeubilair, van alles en nog wat, dat het verkeer goed begeleid kan worden. Maar net wat je zegt, je hebt toch wat mensen die niet luisteren. Dat weten we. En daarvoor heeft de minister van Jeugdsport een prachtig initiatief om uiteindelijk boetes te gaan innen waar je er niet kan zijn. Dus met camerasystemen en dergelijke kan je dat ook doen. Misschien is het dan te laat, maar dat is punt 2. Dus boetes moeten er komen, want sommige mensen luisteren niet. En wie dronken is, die kan niet helpen, die gaat niet zien. Dus dat is achteraf. Maar ik denk dat de regels van de politie heel streng zijn. Weet je, ik hoor soms wat je auto in beslag genomen of wat je rijbewijs. Dat zijn goede dingen, moeten doorgaan. Dus ik geloof er heilig in dat beide dingen, zowel de aanpak van OW en Juspol, binnen een paar jaren zouden we het onder controle weer moeten hebben. Toch? En dat van. Dat was roekeloos regendrag, toch? Ja, dat is iets van Juspol vooral en de wegenautoriteit en OW die daarmee belast zijn. Laat me wat zeggen, dat de wegenautoriteit heb ik gevraagd om vanaf nu de primaire wegen, de verkeersmeubilair, daarop te pakken. En OW zal de andere wegen oppakken. Alsjeblieft. Dank u wel, minister OW. Voordat we verder gaan met de tweede ronde, wil ik de samenleving oproepen om uw vraag te stellen via onze WhatsApp-nummer dat te zien is op het scherm. Er zijn op dit moment 2 vragen binnengekomen. Een vraag voor minister Owe. Wanneer wordt de weg Boskamp Jenny weer opgepakt? Het wordt met de dag erger. En een vraag voor minister van Binnenlandse Zaken. Gaarne meer info met betrekking tot Raad van Toezicht bij het Pensioenfonds en welke organisaties zijn er vertegenwoordigd? Alsjeblieft, minister Owe. Ja, de weg Boskamp Jenny tot naar Nieuw-Nikeri. Een aantal delen zijn in slechte staat. Laat me zo zeggen dat we een lopend contract hebben met de aannemer. Bij Tali die verantwoordelijk is voor het heelweggedeelte om in de tijd de hele wegstrekking op te graden. Maar we moeten ook even toegeven dat hij al maanden, dat de aannemer al maanden niet betaald is. Vandaar dat de werkzaamheden al bijna een jaar of iets langer zelfs stil ligt. Dus op dit moment is het minister van Financiën bezig te kijken hoe een aflossingsregeling getroffen kan worden. Dat betekent dat zodra een deel van de achterstand ingehaald is, het bedrijf weer zal beginnen met de rehabilitatiewerkzaamheden. Dus de weg is enorm slecht. Dus ik vraag de mensen inderdaad om heel voorzichtig daar te rijden. En zodra het zover is, dan zal men het merken dat de rehabilitatiewerkzaamheden weer opstarten. Dank u wel, minister Owe. Minister Binnenlandse Zaken. Dank u. Ik heb het raadsvoorstel niet bij me, dus ik weet even niet precies wie er allemaal in zit. Belangrijk is wel dat er mensen in zitten die kennis van zaken hebben. Een van de adviseurs is oud-minister van Binnenlandse Zaken en de vorige voorzitter van de raad, de heer Leijles. En ook, en ik denk dat degene die de vraag heeft gesteld belangrijk is voor die persoon, ook leden van de vakbonden zijn erin vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van Pensioen van Suriname. Dank u wel, minister Bisa. Ik kijk dan aan de zijde van de journalisten. Is er behoefte? Oké, ik geef aan het begin. Ja. Minister van Openbare Werken. Hoe staat het met uw bouwtoezicht? Ik bedoel niet over voor corruptie en dergelijke toekomst en dat soort zaken.
Ik heb het over gesprekken die ik in mijn omgeving hoor, uit observaties. Bouwwerkzaamheden, waardoor de hele straat vernietigd wordt. Alle bouwmaterialen worden op straat opgestapeld. Wordt dat wel gecontroleerd? Want je moet het ook wel zien als je zo door de stad rijdt. En dan klaagt men dat Agotrotapu het is verstopt. Verzakkingen die optreden in gebouwen. Waar kunnen de mensen terecht? Als er naast bij mij een paleis wordt opgetrokken van 4 verdiepingen. En er zelfs gebouw verzakt. Dus niet eens een fundament is goed. Maar dus dat er dan scheuren beginnen op te treden. Dank u wel. Ja, maar ik heb kunt nog, u afronden? Ja, en dan nog een heel belangrijke vraag. Hè. Nee, geen belangrijke vraag, want wie ben ik? Maar de minister had het over het verharden van wegen en dergelijke. Ik hoor nogal veel discussies en gesprekken over het gebruiken van grind. Het wordt van kwaad tot erger. Dus men gooit grind bijvoorbeeld trottoir. Grind heet het, toch? Dat verstopt de rioleringen nog meer. Straten bijvoorbeeld, ik weet niet of dit de juiste naam is, Ningere Koppelvoerstraat, die straat dus die daar achter Christelijk Pedagogisch Instituut loopt, dus aan de parallel lopend met de Prinsessenstraat, hebben ze grind gestrooid, hè? Toen ze het niet konden afmaken, want het zou besteend worden of bestraat worden. Dank u wel. Kunt u alstublieft afronden, zodat de minister kan ingaan op uw vraag? Alstublieft, minister Owe. Nou, fijn, daar ga ik gelijk op in. Bouwtoezeg. Inderdaad, het ministerie van Openbare Werken heeft de afdeling bouw- en woningtoezeg. Laat me zo zeggen, want dat is eigenlijk de essentie. Wij zijn natuurlijk niet in staat om heel Suriname te controleren. Dus mijn visie is dat we de controle afstoten naar de burger. De burger is de snelste en de eerste controleur. En dat is wat u ook heeft gedaan, bijvoorbeeld. Maar dus de burger mag niet te veel vragen stellen. Nee. dat is het beleid. Ik heb al vorige keer, ik weet zeker dat 1 of 2 mensen van hier aanwezig waren, heb ik alvast die flyer gelaunched. Elke burger krijgt dat. En zo zullen we meer gaan geven aan de burger als leidraad. Dat is 1. Wij gaan nagaan hoe we de sector, de bouwsector, ook kunnen bijbetrekken. Dat zijn de bureaus. Dat is een tweede fase. Om ons te helpen daarmee. Want wat illegaal is, daar zijn regels voor. Maar alleen gaan we dat niet kunnen doen. Ik heb heel goede ervaring met de burgerinformatie unit. Die geven heel veel door. Want soms rijden mijn eigen mensen, maar ze zien niet wat verkeerd is. Dus daarom vragen we de burger om hoe kritisch ze zijn. En we gaan ze helpen met wat is goed en wat is niet goed. En dus daarvoor gaat elke burger een flyer krijgen. En u gaat meer horen over onze nieuwe inzet van onze bouw- en woningtoezichtcontrole landelijk. Het gaat nu niet alleen Paramaribo zijn, maar vanaf Marowijne tot Nikeri. Dan dat ding met veel verzakkingen van gebouwen en dergelijke dingen. Laat me zo zeggen dat dit soort issues, je weet, als iemand een huis bouwt, dan zet hij zand op de weg en dan bouwt hij zijn huis en Marie Olera had verstorpt en dan bellen ze de minister. Minister, kom die put schoonmaken voor me. We kennen deze dingen. Of hout of stenen worden daar gelaten en dan moeten wij het opruimen. Maar ook iemand die misschien 3 hoog bouwt, 4 hoog bouwt en uw gebouw gaat erachter. Ik weet dat voor de gebouwen waarvoor we bedenkingen hebben, in de vergunningsvoorwaarden dit nu geregeld wordt. Nou, deze problematiek wat u heeft genoemd, dat we al jaren meemaken, zal in de nieuwe bouwwet geregeld worden. Dat betekent, men zal bij wet verplicht worden om deze dingen weer schoon te hebben en te maken. We proberen het al. Sommige bedrijven doen dat wel, die luisteren. Of sommige mensen die bouwen luisteren wel. Maar het moet in de wet geregeld worden. Dus dat is langtermijn beleid. Dat het via de wet gedaan wordt. Want anders hebben we geen tools in handen. We kunnen mensen alleen aanspreken, aanmanen. Maar verder kan ik niets doen.
ik heb geen andere tool meer. Dus daarom gaan we het in de wet doen. En als het in de wet is, dan is mijn vriend minister Juspol, die de volgende stap heeft geregeld. Dat is de boeteregeling. Als iemand een overtreding pleegt. Dus dat is dan wel goed geregeld. Dus die gap gaan we invullen. Alsjeblieft. Dank u wel, minister Owe. Voordat we verder gaan met het stellen van de vragen, wil ik de journalisten vragen als er vragen zijn voor de directeur van eGov, omdat hij zich terug moet trekken. Er is een vraag. Oké. Goedenavond, Chanelle Tsan van ATV. Ik heb drie vragen voor eGov. De eerste, binnen hoeveel tijd kan men digitaal aan een uittreksel komen? En zou u kunnen uitleggen hoe het proces voor het verkrijgen van een digitaal uittreksel eruit zal zien? En welke rol heeft eGov bij de bouw van het digitaal grondaanvraagsysteem? Okay. Alsjeblieft, directeur. Ja, dankjewel. Om te beginnen met het laatste, het digitaal aanvraagsysteem voor grond. Die wordt gebouwd door ons als eGov, wat gisteren is gepresenteerd is door eGov gepresenteerd. En dat is naar aanleiding van wat GBB heeft gevraagd. Dus alles wordt in het systeem gebouwd. En nu heeft de president erbij gevraagd dat nieuwe aanvragen ook digitaal moeten kunnen. Dus dat gaan we bijbouwen. En als alles goed gaat, is dat over 3 weken live. Ten aanzien van uw vraag met betrekking tot digitaal uittreksel. We zijn samen met BISA bezig om te kijken hoe snel we dat beschikbaar kunnen stellen. Er zijn enkele randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Een van ze is het schennen van brondocumenten. Dus we pakken dat aan. Ik wil wel erbij zeggen dat het niet alleen gaat om uittreksels digitaal beschikbaar stellen aan de burger, maar we kijken ook hoe we dat digitaal beschikbaar kunnen stellen aan de instanties die er gebruik van maken. Dank u wel, directeur. Ik zie dat Suriname Herald een vraag heeft voor de directeur. Alsjeblieft. Daarover gesproken, eigenlijk, ze heeft het al gevraagd, want de president heeft het in het weekend aangehaald. Hij heeft jullie de opdracht gegeven om dat mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd de vraag, hoe beveiligd zal dat zijn? Kan men nu, omdat het juist zo digitaal, we zitten in een era van AI, dat hij makkelijk te manipuleren is. En makkelijk gewoon, je kan hem makkelijk frauderen. Directeur, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Je hebt gelijk. Ik wil wel zeggen dat veiligheid in de digitale era een relatief begrip is. Wat wij kunnen doen is de best practices en standaarden in acht nemen. Kijken hoe het gebeurt in de wereld. Want wij zijn niet de eerste die het zullen doen. En een van de dingen waarvoor wij moeten zorgen is dat als het digitaal beschikbaar gesteld wordt, dat het ook digitaal gesigneerd wordt middels digitale certificaten. Als ik praat over digitaal signeren, niet wat we nu doen, scannen en uploaden, et cetera. Het is een proces waarbij digitale certificaten worden toegekend aan elk document dat wordt uitgegeven. En op het moment dat in zo'n document er een wijziging wordt gebracht, geeft de certificaat aan dat het niet meer valide is. Dus dat is dan een check wat gedaan wordt. En het proces van digitaal signeren, dit is gecoverd in de wet van 2017, digitale transacties. En dat wij als land een certificaat autoriteit moeten hebben. En die zijn we nu aan het opzetten, uittesten. En ik moet zeggen dat we al een paar testen hebben gedaan ermee en het gaat. Dus we hebben er geloof in dat we het zo snel als mogelijk kunnen doen. Dank u wel, directeur. We zullen de tafel weer afgaan. Welk mediahuis kan ik de gelegenheid geven? Ja. Mevrouw Vanessa, alstublieft. Ja. Minister Riyad, u heeft een opmerking gemaakt over gunning van de weg kan elk moment. En daarna zegt u, eigenlijk heeft het al plaatsgevonden. Kunt u daar even specifiek aangeven wat er precies is het al geweest of niet? Want u heeft twee dingen gezegd. Met betrekking tot de bouw van de Nationale Assemblée. Er was af en aan, dan wel, dan niet, dan was het gestopt, dan niet. Punt is dat de UNESCO vindt dat het niet voldoet aan bepaalde standaarden. Wat is de stand van zaken in dat geval? Minister Amuxi, u heeft met betrekking tot de kwestie Bordeaux niet zoveel informatie heeft u aangegeven. Is er wel aangegeven door de Braziliaanse autoriteiten hoe
hij getraceerd is. En tot slot minister Bisa. Er zijn mensen die claimen dat ze geregistreerd hebben, maar geen bewijs hebben gehad omdat ze niet meer in het systeem konden. Wat gaat er met hen gebeuren, vragen ze zich af. En er is een andere groep die zegt dat er op 14 mei nog een brief is gestuurd om mensen die inactief zijn af te voeren. En in, op basis daarvan is gevraagd welke procedures zijn gevolgd. Thank you. Dank u wel, minister Owe. De vraag van mevrouw Vanessa. De weg, daar had ik het over, Van Ogerenstraat, toch? Het IDB-project. Het is in de gunningsfase. Dat is het antwoord. En als er vanuit gaat dat de gunning geaccepteerd wordt, dan zullen de werkzaamheden ongeveer september starten. Waarom wil ik het vermelden? Omdat natuurlijk het verkeer enorm irriterend soms is. En het idee was dat de nieuwe brug zo snel mogelijk opgeleverd wordt. En daarom is dit project een beetje naar achter geduwd. Want als we ook met de weg zouden beginnen, want je weet, iedereen klaagt ook over de weg en de riolering, wateroverlast, dan zouden we een beetje een vervelende situatie hebben. Dus door de weg een beetje naar achter te drukken, als de brug klaar is, dan is dat probleem verholpen. Dan zal er ook minder irritatie zijn. Bouw DNA hebben we overleg gehad met de UNESCO op het hoogste niveau. En we hebben we hadden afgesproken dat de consultants advies uitbrengen naar ons. De consultants hebben advies uitgebracht naar het ministerie van OW en Onderwijs. En we hebben uiteindelijk ons besluit laten weten aan de UNESCO. Als gevolg daarvan zijn de werkzaamheden opgestart voor de doorstart van het nieuw gebouw van de DNA. Dank u wel, minister OW. Minister Juspol. Ja, de vraag over eventuele aangeven hoe de meneer is aangehouden. Dat is niet gecommuniceerd, maar als oud-politie-inspecteur denk ik aan opsporingstechnieken en tactieken die er zijn. We leven nu in een moderne era. IP-nummers en dat, dus alle digitale informatie die er nodig is, misschien die mogelijk bieden om iemand, een persoon te trekken. Misschien is er daarvan gebruik gemaakt. Maar dat is niet gecommuniceerd dus. Ten aanzien van de vraag over het vliegtuig. Ik denk dat meer informatie bekomen kan worden bij CASAS. Dank u wel, minister Juspol. Minister Bisa. Bedankt nogmaals voor de vraag. Laat me duidelijk stellen dat we de verplichte landsdienarenregistratie niet voor zomaar hebben gedaan. We hebben het gedaan om effectiviteit te brengen in het ambtenarenbestaan. Elke gulden die we besparen, die we niet uitgeven aan een spookambtenaar of die we niet uitgeven aan een inactief ambtenaar, kunnen we anders gebruiken. Ik ga u een voorbeeld geven. Voordat wij aantraden, verdiende een leerkracht op GLO-niveau 4690 SED. En vandaag de dag is het met die 3500 koopkrachtversterking 13.094 SED. Voordat wij aantraden verdiende een schoonmaakster 2000 SED. En vandaag de dag is het inclusief die koopkrachtversterking 9506 SED. Op dit moment zijn we in onderhandeling met de bonden om weer te kijken als er ruimte is voor een loonsverhoging van de ambtenaren. En dat geld moet ergens vandaan komen. We zijn geen regering die monetair financiert. Elke gulden die we uitgeven is gedekt. Dus nogmaals, het is niet voor zomaar. De mensen die zich hebben geregistreerd, die zich wel aan de regels hebben gehouden, die zich hebben gehouden aan de personeelswet, die bedank ik ook vanaf dit punt. Want hun hebben me helpen heel veel inzicht brengen in het ambtenarenbestand. De mensen die aangeven, die geen bewijs hebben gehad, die zeggen dat het systeem is gesloten. Ja, dat klopt, want je kon je niet continu registreren. Er was een window. Ik heb 2 maanden geleden nog een keer een window geopend, een fysieke window. Want toen bleek dat er 5.000 of 6.000 mensen nog niet hadden geregistreerd. En van die fysieke window van 5 dagen lang hebben er toen 1800 of 2000 mensen gebruik gemaakt. Dus er is genoegzaam kansen gegeven om te registreren. En de registratie heeft alleen maar voordelen gebracht. Natuurlijk, af en toe heb je ook een nadeel. Maar als ik de voordelen opweeg tegen de nadelen, zou ik het precies weer op dezelfde manier doen. Dank u wel, minister Bisa. Mevrouw Amanda Fakir Nieuws. Yes. Minister Openbare Werken. Er
daar in de Kopename straat. Daar heeft u een experiment gedaan of zo met die kattenoogjes bij de drempel en zo. Wanneer wordt het dus verder geïmplementeerd op de andere wegen? Want werkt het? Wat heeft u daarvan gemerkt? Op aan de Kopename straat heb je die ijzeren ringbanden. We hadden gezien dat een Range Rover zichzelf heeft gespiesd eraan. Mm. Maar omdat de banen niet waren afgesloten zoals ze moesten afgesloten worden, was dat, behoorde het zo of gaan jullie dus nu die banen beginnen af te sluiten? En minister Amoxi, dit gaat dus over het drugsbeleid. Ik denk dat vorig jaar er een groot overleg was, een veilig, een high-level security overleg was met verschillende landen. Heeft u al voordelen opgemerkt, vooral als we kijken dus naar de grote drugsvangsten zoals die van Hongkong laatst. Heeft u al voordelen gemerkt met de samenwerkingen die er zijn? En wat kunnen we dus nog meer verwachten uit die samenwerkingen die daar zijn afgesproken? Minister Owe, alstublieft. Ja, voor Key News. Die vangrails, dat project is nog niet afgerond. We wachten tot het aannemer ready is om het af te ronden. Dat is duidelijk. En op vele plekken moeten ook vangrails gezet worden die in de loop der jaren vervallen zijn, kapot zijn of weg zijn of gewoon ontbreken. Dat zit gewoon in het verkeersveiligheidsbeleid. Net wat ik zei, de achterstand is groot landelijk. We pakken de draad op. En dan dat van die de lichtjes die je ziet, is geen nieuwigheid, kattenogen en andere dingen. We hebben verschillende experimenten uitgevoerd. Hoor. Je hebt gezien, de verfkwaliteit is verbeterd. Vroeger had je verf die binnen 3 dagen weer weg was of een maand weg was. Dat willen we niet meer. Dus we zetten wat duurzamere materialen die langer meegaan en ook beter zichtbaar zijn. De verkeerslichten hebben we ook vernieuwd. We zetten de nieuwste technologie, laten we maar zo zeggen. We gaan ook inspelen op scholen. Binnenkort gaat u zien dat we 2 pilots gaan opleveren waarbij we eigenlijk weer introduceren wat er vroeger was. Wanneer scholieren willen oversteken, dan drukken ze op de knop en zij mogen oversteken. En het verkeer rijdt door, dus dat is verkeersveiligheid. En dit systeem wat u hebt gezien, Kopenhamerstraat, gaan we landelijk proberen te introduceren. Omdat de comments die ik heb gehad zijn positief. En eigenlijk is het vooral bedoeld bij drempels en bij bochten en 's avonds, want drempels zijn nogal gevaarlijk als die niet goed belicht zijn, laat maar het zo zeggen. Zebrapaden, mensen zien het nooit, terwijl er een duidelijke wet is over zebrapad, dus ik denk met die lichtjes zien ze het wel. Het heeft inderdaad zijn effect. Dus we experimenteren met verschillende verkeersmodellen en innovaties om inderdaad het verkeersbeleid wat te helpen verbeteren. Dank u wel, minister Owe, voordat we afsluiten. Oh, er is nog een vraag vanuit Suriname Herald, alstublieft. Minister van Binnenlandse Zaken, wanneer we het hebben over de verkiezingen, is er al een prognose gemaakt hoeveel de verkiezingen de staat zal kosten? Wanneer we praten over ambtenaren, zien we een tendens vaak naar de verkiezingen toe, dat vele personen op arbeidsovereenkomsten worden aangenomen voor een jaar of zo. En op een gegeven moment belanden ze daar voor de poort van Binnenlandse Zaken met borden aan het protesteren, want hen is beloofd dat zij een beschikking zou krijgen. Hoe gaat u dit tackelen? Ben u van op de hoogte als dit zich voordoet? En wat voor beleid heeft u in place om dit te voorkomen, dat mensen niet alleen voor een jaartje worden aangenomen onder de voorwenselen dat ze wel in dienst komen, alleen om te werken naar de verkiezingen toe? Dank u wel voor uw vraag. Minister Bissa. Laat meneer minister Bissa even antwoorden. En dan zullen we weer overgaan tot het beantwoorden van uw vraag. Bedankt voor de vraag weer. De verkiezing is begroot op ongeveer 800 miljoen SRD. Het is wat. Maar als je het vergelijkt met andere landen valt ook wel mee. Democratie heeft zijn prijs. Wij wachten
af hoeveel partijen gaan meedoen aan de verkiezingen. Op basis van de vorige verkiezingen gaan wij ervan uit dat er 20 gaan meedoen. Net als vorige keer ongeveer 17, 18, 19. Tot nu toe hebben zich wel 35 ingeschreven bij OKB. Maar ik denk dat er een paar afvallen. En dan zal de stembiljet 70 centimeter bij 100 worden. U heeft het over dat mensen vlak voor de verkiezingen in dienst worden genomen op AO-basis. En dan met valse voorwenselen worden aangetrokken. Ik kan u zeggen, bij de vorige periode 2015 tot en met 2020 zijn er 17.000 ambtenaren in dienst genomen. Dat is een van de redenen dat ik een verplichte landsdienarenregistratie moest doen. 8.000 van die ambtenaren hebben geen werkplek. U kunt zich voorstellen, in de maand mei 2020... juni 2020 en juli 2020. Nadat was gebleken dat sommige partijen hadden verloren die in de regering zaten, zijn er 6.000 ambtenaren in dienst genomen. Onder valse voorwenselen, wat u zegt, wij hebben ze hier ook. Valse beschikkingen, valse missieven, erg triest. Aan de ene kant dat idee wat u net aangaf op enkele diensten, dat zou op zich niet zo erg zijn. In Amerika heb je het ook. Je hebt een merit systeem. De personen, de politieke partij die jou aanneemt, op het moment dat die politieke partij weggaat, ga jij zelf ook weg. Ik vind dat op zich geen slecht idee, want politiek blijft politiek. Politieke partijen zullen altijd mensen op basis van politiek in dienst nemen. Maar het moet natuurlijk wel in de perken blijven. Dus ik zou zeggen, als dat zo blijft, laten we het meritsysteem doen. Ik neem je in dienst en als ik wegga, ga je ook mee weg. En als je goed genoeg bent, capabel genoeg bent en de overheid interessant vindt, dan mag je opnieuw solliciteren. Want zo druk je de overheidsbegroting niet. Nogmaals, wat vorige keer is gebeurd, is de bond, 17.000 ambtenaren. En ik garandeer u dat wij dat niet gaan doen. Dank u wel, minister Bisa. Minister Juspol. Ja, key news, als ik het goed heb. U sprak over de high-level security meeting die georganiseerd werd volgens mij in 2022, als ik het goed heb. Ja, in ieder geval, het gaat daarover. Dus na deze meeting is eigenlijk de samenwerking met landen, er zijn contacten gelegd. We hebben de verschillende landen, autoriteiten, instituten bij elkaar gebracht. En in deze meeting is eigenlijk de uitbreiding van de samenwerking, samenwerkingsrelaties. De basis is verder verbreed. Ik kan bijvoorbeeld aangeven dat er gesprekken zijn gevoerd met de DEA en het besluit is genomen dat we weer een DEA-kantoor hier krijgen. Wanneer, weet ik niet, maar dat moet wel spoedig komen. Er is ook gevraagd door de Amerikaanse regering om een MOU, bilaterale overeenkomst, te tekenen met Suriname voor overvliegen. Dat dus zij de mogelijkheid bieden ten aanzien van drugsbeleid. Om hun de mogelijkheid te geven om Suriname te ondersteunen hierbij. Dat ze dus wanneer illegale landingen de melding daarvoor wordt gedaan, dat zij dus kunnen assisteren om deze vliegtuigen te onderscheppen. We hebben bijvoorbeeld El Pacto, dat is een samenwerkingsprogramma, project. Met de EU-landen, met als trekkers Spanje, Nederland, Duitsland. En dat gaat ook meer om de aanpak van de georganiseerde misdaad. Het trekken van bijvoorbeeld middelen, in beslag genomen middelen. En die te sharen met landen die in zo'n activiteit betrokken zijn. Verder kan ik ook aangeven dat de samenwerking, de relatie met Caribisch Nederland ook geïntensiveerd is. We hebben regulier overlegmomenten met ze. Dit jaar bijvoorbeeld vindt er weer een overleg plaats. Ik denk dat het in Aruba wordt gehouden. Dus zo
is door deze high-level meeting bepaalde contacten gelegd en ze worden ook geïntensiveerd alleen maar voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. We hebben bijvoorbeeld een roadmap voor vuurwapenbeleid. Ik heb eerder genoemd een roadmap voor anticorruptiebeleid. Nu bijvoorbeeld is er vertoefd een delegatie van Suriname met medewerkers van justitie, OD, dus directoraat vreemdelingenzaken, van Bibus, de MP, immigratiedienst, zitten ook in die delegatie voor uitwisseling, een uitwisselingprogramma met betrekking tot vreemdelingenbeleid. Ik heb ook al aangekondigd dat we het vreemdelingenbeleid gaan aanscherpen. We hebben twee consultants aangetrokken om dat voor ons te trekken. Ik noem ook de samenwerking met de Fransen ten aanzien van anticorruptiebeleid en ook aanpak georganiseerde misdaad. Nu bijvoorbeeld is er een Frans team hier om een nieuw arrestatieteam te trainen. Heel binnenkort wordt deze training afgesloten. Dus dat zijn allemaal uitvloeisel van de high-level meeting om betere basis te leggen voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. Dank u wel, minister Juspol. Voordat we verder gaan naar de vragen in de zaal, is er een vraag vanuit de samenleving voor de minister van Justitie en Politie. Minister, is er genoeg materiaal beschikbaar voor de aanvraag van nieuwe rijbewijzen? Alsjeblieft. Ik kan op dit moment niet concreet aangeven. Wel heb ik de instructies gegeven aan de korpsleiding dat ik geen, hoe heet het, deze dingen? Ik wil, er worden niet van die verklaringen afgegeven, hè. Er worden nu van die strookjes gegeven. En heb ik aangegeven dat ik dus geen strookjes meer wil. En als optie hebben we dat we terug kunnen vallen op dat blauw rijbewijs. De mogelijkheid voor e-rijbewijs is er nog. Maar dat hangt af van de middelen. Als die er zijn, die kunnen sowieso worden uitgegeven. Feit is, het ministerie wil geen strookjes meer. Toch? We moeten een oplossing vinden dat we mensen een rijbewijs ter hand kunnen stellen. Dank u wel, minister. We sluiten dan af met de laatste vraag. Die dame in het rood. Goedenavond. Ik ben student van AHKCU. Mijn naam is Natasha Blom en ik ben stagiair bij Radio 10. Minister, ik denk dat deze vraag voor minister van Wiespol is. Heeft u eraan gedacht om bijvoorbeeld tenminste 2 keer per week iemand van de KPS de scholen te laten bezoeken? Want die kinderen, ik denk dat u ook op social media bent en je ziet steeds weer filmpjes voorbij komen met kinderen, schoolkinderen die demonstreren met mis en al dat soort dingen. Wat gebeurt er met die kinderen en wat denkt u daarvan? Alsjeblieft, minister Juspol. Wat ik ervan denk, is dat het sowieso doet KPS voorlichting. Ik kan noemen bijvoorbeeld vanuit de jeugdpolitie, jeugdzaken, dat die voorlichting er is in samenwerking met de narcotica brigade en de buurtmanagers. Ik weet bijvoorbeeld dat er geregeld, zeker per kwartaal, dat ze zogenaamde hotspots organiseren. Als ik het goed heb, wordt de volgende hotspot georganiseerd in Para. Dus op deze manier wordt de informatie gebracht naar de mensen, naar de ouders, naar de scholen. Wat ik ook kan aangeven, is dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Toch als moeder, als vader, ouder, wanneer uw kind uit huis vertrekt,
check toch even wat hij allemaal, of hij of zij, allemaal meeneemt naar school. Zijn belangrijke zaken op de scholen? Worden van tijd tot tijd tasjescontrole gedaan? Ik weet dat mijn collega van AWJ ook een project heeft lopen waarbij ook medewerkers van justitie en politie, het KPS, aan deelnemen. Maar gezamenlijk zullen justitie, onderwijs en USPOL en ook andere instituten, ik denk bijvoorbeeld ook aan UNICEF, met meer maatregelen, met meer interactie komen om de kinderen op het rechte pad te houden.